Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we eens even lekker kijken naar klimaatspijbelaars. Het is tegenwoordig heel hip om volledig voor het klimaat te zijn, terwijl je er eigenlijk bijna niks van af weet. En vandaag dacht ik dat het wel leuk zou zijn als ik eens een keer ging kijken naar de mensen die dat doen en eigenlijk heel de ophef en niet per se alleen maar ophef, maar ook gewoon random rare dingen die er zijn doorgekomen door de klimaatmars in Den Haag op het Malieveld. Ik ben er persoonlijk niet heen geweest. Nee, fuck dat. Ik vind het zo hypocriet als ik erheen zou gaan. Ik bedoel, kijk, ik moet niet gaan zeiken over het klimaat als ik er zelf niet eens iets echt aan doe of zo. Dus ja. Ja, we gaan vandaag wel eens even lekker kijken naar mensen die dat wel deden en eigenlijk misschien helemaal niks vanaf wisten. Dus daarvoor doe ik even mijn koptelefoon op. Ik heb vandaag voorbedachte research gedaan. Ik heb gewoon en foto's en video's opgezocht hierover. Dus we beginnen gewoon tuurlijk met Pound, zoals we eigenlijk altijd doen. Leerlingen spijben voor klimaatvissa. Zo was het eigenlijk ook wel, want volgens mij echt gewoon 11 van de leerlingen. Nou, ik weet zeker 3/4 van de leerlingen boeit het helemaal niks. Maar oké, let's go! Fuck dat klimaat, hè? Ja! Zo cringe, gast. Is dit nou gewoon ordinair spijbelen of is dit het klimaat? Ja, 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 dat is gewoon ordinair spijbelen. Ja, kijk, dit is precies waar ik het op heb. Het is gewoon spijbelen. Wij zijn voor het hele klimaat, dit is helemaal geen kut! Klimaatje erbij! Jezus, wat slecht. Destroy my pussy, not my earth. Ja, weet ook dus wat voor mensen daarheen gaan. Maar wat is het klimaatprobleem nou? Leg het eens even uit. Ja, de versnelde broeikaseffect. De ijskappen smelten! Ja. En het zeeniveau stijgt! Wat zijn jullie hier allemaal aan het doen? Gewoon even wat random titels van fucking nieuwsberichten opnoemen. Oké, goed onderbouwd standpunt. Staken. voor het milieu. Klasse. Staken voor het milieu. Doe het goed. Klasse. Klimaat was het toch? Ja, dat. Klasse. Ging het nou eigenlijk om de vrijdag? Ja. Beetje hier hangen. Ja. Beetje zingen. Ja. Beetje feest vieren. Ja. Dat gaat erom dat de aarde... Ik vind dat zo triest, gast. Waarom zou je letterlijk een dag vrij... Je gaat dit doen zodat je kan spijbelen. Meld je nou fucking ziek van school of zo. Even serieus, als je spijbelt, zo triest, gast. Maar wij hebben niet echt vrijgekregen. We zijn gewoon bij school weggegaan. Om hier naartoe te komen. We zitten in Ede op school, maar... Je hebt gewoon gespijbeld. Ja, joh. Lekker, man. Ja, zeker. Wij zijn hier en jullie zitten daar op school. Oké. Dat wordt strafwerk. Dat wordt strafwerk. Ja, zeker. Mijn pillen worden groot. De wereld is een platja. Ja, oké, dit is gewoon 99,9% cringe. Wat staat daar? Kinderen spijbelen, overheid. Oh, even filmen, hè? Niet opvallend. Even filmen. Oké, ik vind het echt heel kut. Ja, kijk, de helft in het interview had eigenlijk gewoon... Dit hele interview had niemand een idee waarvoor ze waren. Spijbelaars, ja. Kijk, het klimaat kan heel belangrijk zijn, maar... Dit brengt het zo in... Gewoon, dit is gewoon kut. We hebben natuurlijk ook nog een paar geweldige plaatjes die iedereen wel kent. Zo heb je deze. Ik vind dit zo mooi. Gewoon, je ziet hier al die mensen op die foto en dan de ondertitel is... En daarna klimaatdemonstratie in Den Haag. En daarna lekker milieubus samen eten, lief. Nou, voor de mensen die de context zagen niet weten. Het is iets van 2000 liter om een hamburger te maken. Meer zelfs, moet ik het goed zeggen. Het kost heel veel om een hamburger te maken. Dus ja, dit is weer lekker hypocriet. Dat is ook wel mooi. Juf, wees niet kwaad. We doen het ook voor uw klimaat. Je had het beter nog even niet kunnen spijbelen. Ja, niet hebben we meer. Fuck me, not the climate. Ja, leuk. Ja, een beetje van Frankrijk gejat natuurlijk. Maar wel leuk, wel leuk. Mensen proberen altijd grappig te doen. Dus je ziet ook wel dit soort dingen. Fuck T-Series, niet het klimaat. Sub to PewDiePie. Ja, ik vind hem ergens wel leuk eigenlijk. Omroep West, duizenden scholieren op het Malieveld verbeterd klimaat. Het is bla bla. Ride dicks, not cars. Hoe ga ik om mijn lul naar mijn werk komen? Nou, godverdomme. Prioriteiten stellen, makkers. Frikandelbrood is boven klimaat. Schoolstaking voor het klimaat. Kom in actie. Schoolstaking voor het klimaat. Frikandelactie. 2 voor 1 euro. Fuck, man. Aarde vergaat. Regering. God. Jezus. Ja, die vind ik wel leuk.
Oh, fucking Pikachu. Zielig huilend beertje. Ja. Maar nu wel naar de McDonald's. Ja, weet je, we stonden tot 12:30 of zo op het Malieveld. Ja, zielig huilend beertje. Ja, we stonden tot 12:30 op het Malieveld, jongens. Dan staat hij daar gewoon van 10 uur al. Hè. Dat is gewoon 3 uur, gast. We zijn met de menigte en toen zijn we een beetje afgeweken. Toen zijn we hier gegaan, tja. Lekker burger. Ja, we moeten ook eten. Ja, heerlijk. Een stukje vlees. Ja, heerlijk. Ja, dat is minder voor het klimaat, maar ja, je moet toch eten. Ja, dat is minder voor het klimaat, maar ja, je moet toch eten. Staat hij te demonstreren voor het klimaat tegen CO2-uitstoot? Ja, dat is wel waar. Maar ja, waar moeten we anders gaan eten? Nou, je kan gewoon een bammetje van thuis meenemen. Veel beter voor het klimaat, hoor. Ja, natuurlijk is het lekker. Maar we gaan een vegaburger bestellen. Ik vind het een goed begin. Flikker toch op, man. Een vegaburger. Het is echt niet zo dat ze daar ziek, dat het ziek veel beter voor het klimaat is. Flikker op. Als burger kan je niet heel veel doen aan klimaatverandering. Als ik me goed herinner, wordt 70% van de uitstoot van de hele wereld veroorzaakt door 51 bedrijven. Dus... Wat een fucking nerd, gast. Even serieus. Dus eigenlijk moet je die het hardste aanpakken. En wat wij aan het doen zijn, is gewoon één druppel in de... McDonald's is ook een bedrijf die ook heel erg bijdraagt aan CO2-uitstoot. Ja, dat is zeker waar. Gast, hiermee is heel zo'n fucking argument van 20 seconden is gewoon jiet weg. Wauw. Ja, maar ja, wij moeten ook eten. En dan komt zo'n nieuw argument, ja, we moeten ook eten, weet je, fuck het klimaat dan maar. Het staat er gewoon zo nergens op. Gewoon hun argumenten zijn lekker dat, ja, 51 bedrijven zorgen voor het meeste. Alsof de Mac daar niet bij zit, gast. Omroep West, goede pixels. Zo, wat een publiek. Zo, ik heb nog nooit zo'n goed publiek gezien. Hoe warmer de aarde, hoe minder koud onze bier. Daarom zijn jullie hier. Wat? Hoe warmer de aarde, hoe minder koud ons bier. Het staat ook fucking koelkast, hoor. Ja, ik denk dat ze gewoon echt moeten luisteren naar ons, want ik denk dat we met z'n allen echt gelijk hebben. Gast, flikker op, jongen. De helft staat daarom te spijbelen. En dan ga je zeggen dat ze moeten luisteren naar ons, omdat we gelijk hebben. De politie... Dit is echt zo cringe, dat podium, gast. Even serieus. Ik mag niet meer langer wegkijken, maar moet nu effectief en daadkrachtige krachtige maatregelen nemen. Gozer, hoe fucking veel mensen staan daar. Kijk hoe fucking veel mensen daar staan, gast. Eigen toekomst! Die chick is echt gestoord. We zullen dansen voor onze toekomst. Ja. Gast, even serieus, ze zegt niet 100. Gast, ik krijg fucking... cringe op me, jongen. Wacht, dat klopt ook niet. Cringe. Kippenvel, jongen. Jezus. Holy shit, dat is cringe. We gaan straks de markt lopen. Geen gekke dingen doen. Maak er een mooi protest van. En laten zien dat wij een stem hebben. Wij zijn de toekomst. Dit is zo cringe, gast. Nou, kijk, en dan probeer ik een goed filmpje van die teringmars te vinden. Kan ik gewoon niet vinden. Ik weet je... Ze hebben helemaal gelijk, de mensen die er staan. We moeten beter om met het klimaat. Maar fucking als je daar staat om te spijbelen, ben je gewoon één triest gebeuren. En als je daar staat terwijl je iedere dag naar de Mac gaat, of überhaupt 2 keer per maand, ben je ook een triest gebeuren. Dus ongeveer heel dat plein is een triest gebeuren op misschien 5% na. Dus ja, weet je, ik ga er geen woord meer over vuil maken. Wat ik wel nog ga zeggen, is dat je deze video moet liken, je moet abonneren hier beneden. Reageer wat jij ervan vindt. Vind je het goed dat ze het doen? Vind je het dikke bullshit? Ben je zelf goed voor het klimaat? Laat het allemaal achter. En laat een rating voor mijn haar achter. Het zit vandaag echt tyfus goed. Ik wil je wel bedanken. Je hebt al een blauw naar boven gedaan. Je hebt al geabonneerd. Je hebt al niet op het belletje gedrukt. Doe dat nog even. Tot een volgende keer. Waarschijnlijk volgende week. En anders over 2 weken. Maar waarschijnlijk wel volgende week, hoor. Ik wil jullie dan bedanken voor het kijken. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is later.